der Familienknotz, der Familienknotz, der Familienknotz. Genau, genau, genau. Der Familienknotz, der Familienknotz, der Familienknotz. Genau, genau. Hallo, wie spricht mei? Genau. Oh, zoek dekking! In de stripboekenruilwinkel van de familie Knolts wordt weer eens hard gewerkt. Hè? Ja. Wat? Arend? Nou, die heb ik de laatste dagen niet gezien. Ze zit zeker bij zijn vader rustig na te denken over alles zo. Nou ja, des te beter. Hè? Hè? Nee, ik heb niemand hier iets verteld. Ah, ja, die familie die moeit zich overal mee, dat moet ik helemaal niet hebben. Dat is ook helemaal gek. Ja, op jou ophangen. Ja. Hey, ik moet even ophangen, want er zijn een paar klanten. En, ja, dan bel ik straks nog wel. Hm? Ja, ik hou ook van jou, ja. Ik hang nu op, hoor. Ja, nam af het. Ja. Ja, ik ga het doen. Kan ik jullie helpen? Ja, we zoeken de deur van meester Vogels huis. Dus hier, die woont hier boven, hoezo? We komen deze fruitman brengen van de klas, omdat meester Vogel nu een hele week ziek is. Het is heel aardig van jullie. Zet hem maar even hier neer. Dan breng ik hem wel, hè? Nee, we brengen hem liever zelf. Hallo, altijd samen. Hallo, jongens, ik breng die fruitmand wel. Meester Vogel kan nou niemand ontvangen. Is die er dan niet? Of is hij zo lekker op vakantie? Daar is ze wel. Hij ligt boven en hij is heel ziek, maar het is heel besmettelijk. Daarom mag er niemand bij hem komen. Want als je dan bij hem komt, dan krijg je heel groene pukkels. En etterige puisten en een snotkoorts. Nee, toch ja, niet! Ja. Heel erg. Oh, verdriever, vreselijk! Ja, het is heel besmettelijk. Ja. Oké, doe dan maar de groeten van ons en van de hele klas. Dag! Dag! Boven op zolder ligt de ernstig zieke arendvogel zo te zien op apengrabben. Sprits! Oh. Adem je op, idioot. Spleeuw! Nou, hoeveel op? Dit achterlijke ding van je. Dat is mijn spelenspuitertje. Oh, nou, je stinkt naar ziekenhuis. Ja, dat is Lysol om te ontsmetten. Excuseer. Maar hij ziet er tamelijk gezond uit, hoor, voor een doodziekeling. Zeker last van ambtenaritis. Ik ben niet ziek. Als ik een week thuis wil blijven, moet ik het toch zeker zelf weten. Wat krijgen we nou? Maar wat is er dan aan de hand? Niks. Oh, toch, en het is hier zo'n rommel. Oh, zal ik Hansje vragen om dit allemaal op te ruimen? Nee, jij vraagt niks. Ik wil mijn rust. Dit is mijn zonde en ik wil dat iedereen ophoepelt. Koest! Ik wil mijn rust. Nou, als je dat zo nodig wil weten, hè, zet die grote flaporen van je dan maar eens wagenwijd open. Want hier komt het grote nieuws. Het is uit tussen Hansje en mij. Uit. Veel goed. Nou, tevreden. Oh, nee, Herbert. Ga jij maar zo lang eventjes naar beneden. Ja, want dan kan meester Vogel eens praten met iemand die er verstand van heeft. Dat is wel even nodig. Excuseer.
je bent natuurlijk zo overstuur omdat Hansje jou de bons heeft gegeven, hè? Is het niet zo? Ja, hoe weet u dat? Oh, dat is intuïtie. Intuïtie? Ook dat, ja. Zo, ga jij nou maar eens even de tranen drogen. En dan gaan we de rommel eens hier eens even opruimen. In het salonatelier van tante Til is het grote nieuws ingeslagen als een bom. Uit! Nou, dat zijn we er mooi mee in de aap gelogeerd, zeg. Oh, en ik ben er altijd al bangetjes voor geweest. Ja, Arend Vogel is 10 jaar ouder dan Hansje. Helemaal geen disco-fan. Zit veel liever met de neus in de boeken. Nou, dat wreekt zich op de duur, hè, Frederik Lievertje. Af! Oh, my darling, let me kiss you. Oh. Echt weer iets voor mannen. Die weten helemaal niet hoe ze met hun gevoelens om moeten gaan. Nee, exact. Ach, dat loopt toch allemaal wel los. O, ja. Vast. Ja, maar Arend Vogel die zet geen voet meer buiten de deur. De stakkert omdat hij Hansje niet wil tegenkomen in de winkel. Dat is logisch. Dat is veel te pijnlijk. Onder één dak, als zodanig. Als zodanig? Nou, als zodanig ligt die arme jongen al een week te spijbelen van school. Kind is onderwijzer. Die kunnen geen weken wegblijven, zeg. Dan worden ze ontslagen. Zo gaat het tegenwoordig, grof geschetst. Ja, maar als hij nou eens ergens anders, elders, huurbuur wordt. Ach, kind, dat lukt toch nooit zo 1, 2, 3? Trouwens, ik kan het huurgeld ook niet missen. Nou, ik verdien toch ook geld met mijn filmrollen, Tilletje? Ja, en dan gaat dat toch allemaal weer op aan die vliegreizen naar Hollywood. Ja. Nou, dan zult u Hansje moeten ontslaan. Ja. Begrijp je nou dilemma? Eén van de twee zal moeten opkassen als dat zo doorgaat. Tenzij ik ze natuurlijk simpeltjes weg weer aan elkaar lijm. Oh ja, doet hij ze weer aan elkaar klodderen met de roze verf. Nee, dat doe je niet, Tilletje. Dan kunt ze toch niet dwingen elkaar lief te vinden. Af, af, is tegen natuurlijk, natuurlijk. Nou, goed dan. Oké, ik zal niks forceren met de roze verf. Al kost het mij wel afgrijzelijk veel moeite om niet een klonnetje... Ja, het baasje is een beetje ziekjes, jongen. Maar je hoeft niet te denken dat je handen daarop omkijkt. Nee, de hele morgen al voetje terwijl ik hier zit weg te kwijnen. Johanna, wanneer krijg ik nou eindelijk een stoombadje? Ja, strakjes, ik wil nou een stoombadje. Nee, dan neus het vol met snotten, straks denk ik het hele huis toch aan. Oh, plus! Johanna, haal die gek hier weg. Ja, dit hebben we. Ga je maar eens even daar wat water opzetten voor een stoombadje. Dan ga ik eerst even boodschappen doen voor die arme jongen. Lekker arme jongen. Meester Vogel, het is uit. En hij zit thuis, zielig niet. Wat kletst die? Het is uit tussen Hansje en Arend Vogel. Oh, wat zit aan dan? Ach, doe maar niet zo onnozel, ouwe zeemelaar. Ah, dat was toch helemaal geen verliefd stel. Je zag die twee nooit. Nee, toen wij elkaar pas kenden, Johanna. Ja, dan wisten wij wel van wanten. Je vond die lekkere klapzoenen kon je geven, weet je nog wel? Dat vind ik fijn toch allemaal niet te horen. Oh, ik hoor niemand al. Ja. Klein potje, hè? Hoort niks. Maar zulke oren. I love you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow. Dag, Arend. Vind je het bezwaarlijk als ik eens aankom, wippen of... Nee, ik had jullie al lang verwacht, eigenlijk. Oh. Gaat u maar even zitten, tante Til. Oh, graag, ja. Wil u een kopje thee? Oh, ik ben heerlijk. Waar is de thee? Het is wat, hè? Beetje vrijgezel. Ja. Nou, het ging de laatste tijd tussen Hansje en mij toch al niet zo erg van harte. Nee? Ja, ik dacht, iedereen heeft zo zijn ups en zijn downs, hè? Oh,
toch? Alleen is het bij ons wel een beetje erg down. Ik ben bang voor goed ook. Had u een koekje gewild? Oeh, lijkt me verrukkelijk, ja. Heb ik dus niet in huis. Nee? Ik heb helemaal niks in huis. En oma is boodschappen doen. Opa, waarom? Omdat ik Hansje gewoon een tijdje niet moet zien. Ik kan er gewoon niet uitstaan dat het net lijkt of het haar niks doet. Ze lijkt wel eerder opgelucht. Ja, nou, straks blijkt ze ook nog een ander te hebben. En ik moet het allemaal maar slikken. Weg met dit onartistiekerige muziekje, zeg. Dat zou een gewoon mens al van in de put geraken. Ik heb het gewoon een beetje nodig. Met mezelf een beetje zielig vinden heeft toch niemand last van? Nou. Suiker. Wat zeg je nou? Moet die plagen van je dan op school? Huh? Je ligt hier nou al een week in quarantaine een beetje te lantefanten. Die plagen raken toch hopeloos achter als dit zo weken gaat duren? Nou, ze nemen ze toch een invallen, hè? Ja, straks hoef je helemaal niet meer terug te komen op dat schooltje van je. Oh, nou, en dat zou een ramp zijn, zeg. Ja, maar pep je dan zelf een beetje op. Waar Hansje toch die malle achterdocht van je aan verdiend heeft. Ja. Misschien heeft u eigenlijk ook wel gelijk. Ik heb gelijk. Hoop ik. Ajojo! Hier. Mag jij hebben. Hoe bedoel je? Nou, toen Aaf Klaver mij in de steek had gelaten en ik heel liefdesverdrietig was, toen was het enige wat mij op kon beuren een spelendingetje, jojo. Hier. Hou mezelf, hè. Ik heb helemaal geen liefdesverdriet. Integendeel. Excuseer? Nou, ik kan het je eigenlijk ook wel vertellen, kom eens. Maar dan moet je aan niemand verder vertellen, hoor. Wat is het dan? Ik ben namelijk sinds kort heel erg verliefd. Hiep, hiep! Op meestervogel weer! Nee, het is toch uit met meestervogel? Op een andere jongen. Een andere? Maar wie dan? Jos! Jij blijft hier, hè? Begrepen? Jos. Zeg, dat is hem toch niet, hè? Nee, gelukkig niet, nee. Hey, je had niet hier moeten komen, hoor. Dat hadden we toch afgesproken? Je weet waarom. Ik wou je gewoon even zien. Even vasthouden. Kleine. Ander. Wat drieven en vreselijk. Plotseling wil hij me spreken over een uurtje in een café. Zwijgt in alle talen waarover. Maar ik heb al vaak zo'n idee. Hij neemt koffie, ik wil thee. Dan valt er een nare stilte. Eindelijk komt hij ermee en gooit het hoge woord eruit. Sorry, maar wat mij betreft is het uit tussen ons. Sorry, maar wat mij betreft is het uit. En ik voel me langzaamaan verstijven als hij zegt, we kunnen goede vrienden blijven. Plotseling lijkt alles anders, heel de stad een gouden zooi. En ik voel me niks en lelijk. Toch vond hij me eerst heel lief en mooi. Prompt valt er een portie regen, na een tijd van zonneschijn. Ach, misschien viel ik hem tegen, maar wat doen die woorden pijn? Sorry, maar wat mij betreft is het uit tussen ons. Sorry, maar wat mij betreft is het uit. En zo leer ik nachtenlang te woelen, zou hij zich nou ook zo ellendig voelen?
In de stad zie ik ze lopen, armen stevig om elkaar. Hij met een of ander blond geval, ik sta erbij en kijk ernaar. Dan vraagt hij spontaan, hoe gaat het? Ik flap eruit, verschrikkelijk goed. En verdraaid, ik voel me beter, omdat hij me niks meer doet. Ja, ook wat mij betreft is het uit tussen ons. Ook wat mij betreft is het uit. Ja, ook wat mij betreft is het uit tussen ons. Is Hansje er niet? Nee! Gaat u maar weer naar boven, hè? Ja. Wat? Maak ik dus zelf wel uit. Nee. Oh! Waar is Hans eigenlijk? Ze is er niet. Ze is er niet en zeker niet buiten en ook niet alleen. Oh, wat zeg ik toch? Dan wil je hier blijven dan toch? Blijf er maar af, idioot! Oei, oei, oei. Arend, hij komt terug, hé. Het is veel te koud zonder jas. Dat was dus Arend. Nou, lekker pijnlijk. Maar je had ook helemaal niet hier moeten komen. Nee! Kleine, er is nog niks aan de hand. Nee, ik vind het echt heel rottig voor Arend, hoor. Nou, Ajus, ik kom wel weer eens langs, nee, als je weer normaal doet. Nee, wacht nou even, ja! Jos! Pardon, woont hier een meneer Vogel? Die moet hier ergens ziek liggen, is dat correct? Ziek? Mm-hmm. Ja. Ja, ja, hij is echt ziek, ja. Ja, tenminste, hij heeft zich ziek gemeld op zijn school, hè? En ik ben controlerend geneesheer, dus... Ja, Arend is erg ziek. Hij ligt boven, maar het is erg besmettelijk. Misschien kunt u over een paar dagjes beter eventjes terugkomen, want anders steekt u ook naar aan. Ja, nou, ik vind het zelf wel, hoor. Nee. Zo, boven, zei u, hè? Hm. Ondertussen heeft neef Herbert alarm geslagen en oma Knots probeert vliegensvlug een list te verzinnen. Alles draait hier vandaag om die slijmheid van haar vogel. En de oude man krijgt niet eens een stoommatje om het lekker te stoppen. Zal ik het water? Ik pak het water. Hier, in deze bak. Johanna, wat? Ja, dit krijg je stoommatje, ja, zo. Hou je wel in je mond, begrepen? Goed, zo. En dan moet je vlug onkel X en tante Til waarschuwen. Nee, ik ga waarschuwen. Hier, zegt de dokter, dat arendvogel in de keuken zit. In de, ook daar. De dokter. Waar, ja. Waar dan? We zitten aan het vol. Ja, kom, vlug. Ja, zo, stomen jij. Zo. Verder je mond houden, begrepen? Als doe ik nooit meer wat voor je. Ja, maar wat? Dan leg ik straks wel uit. Binnen. Goedemiddag, ik ben dokter Kruimel. Ja. Ik kom voor een patiënt. En, meneer Vogel, is dat correct? Ja, die zit hieronder. Juist. Maar hij is even zo verschrikkelijk verkouden, is hij? Hij heeft een stoombadje heeft hij gekregen, dan kan de boel lekker losstomen. Ja, nou, laat maar eens even kijken. Nee, hij moet eerst nog stomen, er zit een appels onder. Ik kan u misschien even naar de kamer wijzen, want ik heb daar net thee gebracht en u lust misschien wel een kopje. Nou, tegen een kopje thee zeg ik nooit nee. Nou, die kant dan op. Ja, mijn tas graag. Ja. Is het hier, Ja, die kant. Ja. Wat een toneelspeelster is die Johanna. He? Na een kopje thee of twee is de controlerend geneesheer dokter Kruimel het wachten behoorlijk beu. Zo. Nou, ik ga de patiënt maar eens even opzoeken, hè? Dank u wel voor de thee. Wilt u niet nog een kop? Je hebt dat dan toch op een bonnetje? Ja, een stevige borrel. Dat een sigaartje dan? Nou, nee, dank u. Bijzonder vriendelijk van u, maar ik heb al veel te lang gezeten, hè? Ik ga maar eens... Wat houdt u van schilderijen? Ja, u lijkt me zo'n kunstzinnig type. Dat komt goed uit. Ik ben namelijk erg artistiek. Hij moet toch eens even kijken. Nee, ja, ja. Dank u wel. Timmetje, vlug, schiet op. Ja. Een kladdertje roze heel. Tilletje, wat heb je?
je met hem gedaan? Ik heb hem een beetje bedwelmd met een halve dosis roze verf. Net genoeg voor een middag, Dutje. Zo te zien, hè? Als Arend vroeger nog een beetje op tijd opduikt, hè, in de winkel. Als die Arend vroeger maar geen gekke dingen doet, hè. Hij zat al zo in de put en die schokt er nog bovenop. Oh, die Hansje is nog niet klaar met mij, dat verzeker ik je. Hé, hey, Arend, ik ga vlug naar boven. Oh man, je bent helemaal bezweet. Straks ben je nog echt ziek. Oh, ga jij dat schelen? Ik dacht dat je nou wat anders in je hoofd had, hè? Ga nou toch vlug naar boven. De controlerend geneesheer zit op je te wachten hier. Hé, hey, maar hij zit nog in het salon, dat je zei, neef Herbert. Maar ga dus rennen en op bed gaan liggen en heel ziek doen. Ja, oké, okay, bedankt. Schiet nou op. Wat heb ik? Nou, u bent flauw gevallen. Of iets dergelijks. Ja, het ziet er niet zo gezond uit, makker. Nee, ja, dat heb je met die dokters, hè. Die hangen de hele dag boven die patiënten. Oh, al die bacillen en zo. Ja, dan pik je zo een griepje op, hè. Ja. Weet je wat u doet? Gaat u maar vlug naar huis en dan kruipt u lekkertjes onder de wol. Ja, het steekt in de neus namelijk van de bacillen. Ja. Nee, ik moet eerst nog naar die meneer Vogel. Wat blijft u nou? Arend die ligt al de hele tijd op u te wachten. Zal ik even de weg wijzen hier naar boven? Nee, jij blijft hier. Ik heb met jou nog wat te verhapstukken, namelijk. Nog eens. Ja, nou, dat ziet er niet zo best uit, hoor. Ik zou bijna zeggen dat u vanmiddag nog een koudje gevat heeft, als ik niet beter wist. Maar misschien een koudje erbij gepakt, hè, door dat stoombadje. Hm? Welk stoombadje? Arend, er is een fruitmarkt gebracht van je school. Nou, in ieder geval nog een week het bed houden, hè, tenminste. Zo. Is dit uw vriendinnetje? Hoezo? Nou, dat mag dus absoluut niet gezoend of geknuffeld worden. Het is bijzonder besmettelijk. Is dat duidelijk? Hm? Nou, het is heel moeilijk, maar afgesproken. Ja hoor, eerwoord. Nou ja, dan zou ik zeggen, beterschap en tot ziens. Dag, dokter. Moet ik, kan ik nog iets voor je doen, iets maken of zo? De dokter zei toch dat het heel besmettelijk was? Ga dan maar naar beneden. Dus krijg je nieuwe vriend het ook nog. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno. Oh, zoek dekking!